lieve mensen. Vandaag weer een nieuwe video. We hebben vandaag een monsterdoos binnengekregen. Dat is een doos waarbij je allemaal eigenlijk nieuwe producten vaak kunt testen. Die komen dan in één doos binnen. En we hebben dit keer de biologische variant. Het is niet gesponsord, we hebben hem ook gewoon zelf betaald. Maar ik was wel heel erg benieuwd wat er allemaal in zou zitten deze keer. En we hebben een update voor het dakterras. Want we hebben de... Hoe heet die tafel nou? Bartafel! Ik kan de naam echt de hele tijd niet onthouden. We hebben de bartafel eindelijk af. Maar we beginnen met de doos. Hier is die al. Mooi doosje. Dus we gaan hem even uitpakken. Ik ga hem open doen. Het zijn allemaal folders. Leuk dat je Monsterdoos Bio hebt besteld. Deze Monsterdoos Bio bevat uitsluitend biologische producten. Met jouw aankoop haal je gezonde en milieuvriendelijke producten in huis waar je lekker en bewust van kunt genieten. Veel plezier met uitpakken. Met een kleurplaat. Dan heb je nog wat te doen. Ja. En een foldertje van... waarschijnlijk iets van wat erin zit of zo. Dan gaan we daar niet naar kijken, want... Chips. Potato chips. Hibiscus en sea salt. Ik denk dat het zo... Ik ga het gewoon even proeven. Gewoon even proeven. Oh, yo. Kijk hoe mega deze chip is. Er zit ook echt... Het is een beetje rood of zo. Rode spikkeltjes zitten erop. Het ruikt wel heel lekker. Het doet me aan een bepaald chipje denken. Het is wel een beetje naturel smaak eigenlijk, maar dan met een klein chilietje erop of zo. Nou, zeker niet verkeerd. Blijft ook gewoon lekker eten, hè? Ik heb het echt bloedheet. Ik heb het echt zo warm. Ja, goed, we gaan niet zeuren. We hebben alle lekkere goodies. De volgende. Dit is een Fifth Season Freeze Dried Marvellous Mango Raspberry. Geen idee. Gewoon ook even openmaken. A few moments later. A little longer than a few minutes later. Ik moet jullie even laten zien hoe dit eruit ziet. Best wel gek. Ik ga het gewoon even proberen. Ik ben vooral wel een beetje benieuwd naar wat dit is. Zeker niet mijn favoriet. Het is niet vies of zo, maar... Dat is wel een gek smaakje. En nu de framboos. Ja, ik snap het idee, maar nee. Ik zou het wel opeten, maar ik zou het zelf niet kopen, denk ik. Goed voor een snack. Volgende. Zuivelvliesrijst. Ja, dat komt hier altijd wel op. Lekker man. Wat is dit? Kruideninfusie voor in koud water. Oh, dat zijn vast van die zakjes die je dan in een fles kunt doen of zo. Of in water. Ik ga het ook even openmaken. Even zien hoe het eruit ziet. Zul je echt vandaag zien dat ik al die verpakkingen niet open krijg. Het zijn gewoon van die
kun je dan van elkaar afhalen. Kijk zo. En dan kun je hem zo erin doen. In het water. Nou, dat moeten we een andere keer maar even proberen. Ja, het ruikt gewoon een beetje naar thee eigenlijk. Eigenlijk van die sterke kruidenthee. Maar ja, dat staat daar ook op. Kruideninfusie. Dus. Het volgende. Biologische mini-crackers tomaat. Dan staat er op de verpakking een tomaat met zo'n crackertje op de lip. En dan zegt hij, woehoe. Oh, wat zijn wij lekker. Nou, dat ga ik zelf wel even beoordelen. Of jullie echt zo lekker zijn. Ik heb echt het idee dat ik al die verpakkingen kapot maak. Oeh, dit ruikt wel echt lekker. Het zijn echt minietjes. Nou, vind ik wel lekker. Maar het had voor mij nog wel meer een tomatensmaak aan mogen zitten. Bron van vezels. Rijk aan koper. Oh, het is gemaakt met kikkererwten. Vanaf 12 maanden. Nou, dat ben ik al voorbij. Maar ik vind het wel oké. Okay. Maar ik niet. Ik denk een 6 uur. Chocoladekoekjes. Oh, die ga je niet proberen. Nou, moet ik die ook even proberen? Koekjes. Dit is gewoon echt lekker chocoladekoekje. Ja. Ah. Wil je proeven? Ja. Oh nee! Hier staat op de rand. Ik ben blij dat ik je wist te verleiden. Oh. Oh, er staat echt zo'n cupidootje op ook, op de verpakking. Daarom staat het daar. Wel leuk bedacht. Ketchup. Manis. Dat komt altijd wel van pas. Spelt oat cookie. Spelt haverkoek. Nou, het ziet er wel gewoon lekker uit. Dat ga ik nu niet proeven hoor, want ik heb ook net ontbijt gehad. Wat is dit dan? Dit is geen eten. Dit is gewoon een scheermes. Gaan we even bekijken. Wow, een massive ding. En hij is roze. Maar het ziet er wel goed uit. Heel veel... Ik denk dat hij wel lekker over je huid gaat. Nou, die ga ik nu niet testen. Oeh, thee. Lekker theetje. Het is geelwortel, turmeric. En met citroen. Oh, dat is wel op zich wel een lekkere combinatie. Deze lust ik wel in. Dat is wel lekker. Oat en go. Oh, dit is een lekkere reep. Makkelijk voor onderweg of zo. Met chocoladesmaak. Choco chip mini cookie grains bar. Less sugar, high fiber. Ook een soort koekje. Aro. Made good sweet and salty granola bar. Dit lijkt me wel lekker.
hou daar meestal wel van. Er zit best veel in. Wat had ik er ook alweer voor betaald? Ik had nog een kortingscode, want de vorige keer was het niet helemaal goed gegaan. Maar zonder kortingscode kostte die, geloof ik, 12 euro, zoiets. 13 misschien. Brownie mini cookie bar. Dit is hetzelfde als die, maar dan een andere smaak. Nog meer shit! Andere kant. Onethisch, maar oké. Okay. Ook niet. Ik heb hem nu wel. Oh. Oh, deze geur doet me echt denken aan vakanties die ik met mijn ouders altijd in Frankrijk had. En dan hadden we een Jeu de Boule wedstrijd, hadden ze de hele dag gehad op de camping. En dan s'avonds bij de prijsuitreiking, dan stonden er altijd bakken met naturel chips en nootjes en zo. En hier ruikt het nu echt naar. Oh. Ja, het is echt gewoon naturel chips met zoutig smaken. Maar ik vind het wel echt lekker. Een boek. Ik weet het niet. Je zei dat echt een boek. Geen idee. De lijkkist stond in de stal achter de commandopost in het stro. Wat is hier aan de hand? Vroeg een sergeant. In lange onderbroek die uit een ruif tevoorschijn kwam. Achter kwam een jonge Morita met blote schouders overeind. Ze had het spitse gezicht van een Afrikaanse en bedekte haar borst met een handvol stro. Dat gaat je niet aan, zei mijn kapitein, die zijn strepen liet zien en zijn kaak naar voren stak. Aan de slag, Stella. De kist piepte en sprong toen open. De Afrikaanse holde naakt op blote voeten over het knisperende stro naar ons toe. Gevolgd door de sergeant. Sergeant? Sergeant. Sergeant? We bukten ons allemaal en mijn kapitein boog zich over de kist. Zijn gezicht in tweeën gesneden door het gele schijnsel van de walmende lamp en zijn overhemd in een prop tegen zijn neus gedrukt. De geur van de dood is zoet, dat wist ik. De geur van kokende jam. Dat kan iedereen wel zijn, zei mijn kapitein in zijn hemd. Wat? Dit is echt weirdo-boek. Ik weet niet hoor, maar dit is echt gek. Dit is nog een tijdschrift. Gezond nu. Oké. Okay. Ode aan de buik. Dit is een tijdschrift. Dat vind ik wel leuk. Nou jongens, dit was de doos. Ik ben best wel tevreden. Er zit echt wel veel in. Ik ben ook wel benieuwd naar de thee en de koekjes zijn heel erg lekker. Nou, rijst komt altijd goed van pas. Ik ben echt chips addicted, dus dat komt ook heel erg goed. Deze geur is gewoon al gewoon hemels. Scheermes kunnen we ook wel gebruiken. Ik denk dat die wel echt goed is voor je benen of zo. Ik denk dat die dat echt heel mooi glad maakt. Dus ja. Ik ben wel tevreden. Er zitten echt wel dingen in die ik ook echt wel kan gebruiken en die ik ook wel ga opeten. Dus dan hoef ik ook niet per se iets weg te gooien. En dit boek, ik denk dat ik er gewoon nog wat passages uit ga voorlezen. Gewoon voor de grap. En dan ga ik het gewoon aan mijn oma geven. Want die leest volgens mij wel veel romans. Dus ja, ik zal je nog even meenemen naar het dakterras. Let's go! Rustig. Kom, kom, kom.
steeds op mijn tafel. Oh, er kwam iets op mij. Zo. Kunnen we hier mooi zo zitten, ontbijten of in de avond. Want als je zit net in de schaduw, kunnen we hier lekker avond eten. Dus ja, deze hebben we dus echt helemaal zelf gemaakt. Ben je er blij mee? Ik ben echt heel blij mee. Ja, het is echt heel fijn. Beter. Ja, dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. De zon schijnt nogal. Doei.